Toon een keer hoe dat je aan je ananas begint. We gaan hier die uh, top afsnijden. Dat was een, een klein mesje, maar ja. En dan snijd ik ook zijn poep af. Maar je hebt al iets heel belangrijks gezegd. En heb ik al gemist? Nee hoor. Nee, nee. 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 Zolang dat ik niks zeg, boma, Is goed. is goed. Nu wil ik dat met je kunnen gelijk de koks. Gelijk dat ze de sinaasappels spelen, gelijk dat ze uh, de mandarintjes. Uh, maar zie wel, kijk wat dat er hier over voilà. blijft. En dat Bomma. wil ik het niet. Maar je hebt het al gezegd, Bomma. Ik doe dat hier met mijn klein mesje. Eigenlijk, je kontje afsnijden en je pluim afsnijden. Met dat klein mesje. Dat gaat nog. Maar, een keer dat je hier bent, moet je toch met mooi een groot mes. je groot mes zien. Want dan zie je veel beter waar je snijdt. Voilà. Ja. Zie, het groen moet er toch af. Natuurlijk en we zien dat hier nu duidelijk, ja, die zwarte puntjes, dat is het probleem. Of je moet eigenlijk nog een keer afsnijden en dan snijden al die lekkere beste. ananas eraf. Kijk, nu is er een truc. Die zwarte puntjes, die liggen mooi gedraaid ja. in één lijn. Dus we gaan eigenlijk gewoon met die lijn... Nee, Ah, zo. Voilà. Dat ik daar nog niet aan gedacht heb. Ja, bommetje. Ja. En ik moet eigenlijk zeggen. Ik heb dit geleerd van ons Petra. Je weet wel, Petra, van de Perfecte Keuken. Ja. Zie, en we gaan iedere keer dat lijntje af. En de zwarte dingetjes en zijn eruit. En de zwarte zijn eruit. Zie je dit? Zo moeilijk is het. Zo moeilijk is het. Voilà, Bomma. Je ziet, kijk hoe schoon dat, dat er nu uit is. Ik wil nu nog een stukje snijden, dat ja. dat binnenste... Oh, uh, niet, Ik weet ja, maar, ik, niet of dat ik, eetbaar ik, is. Ik, het binnenste is eetbaar, maar natuurlijk taai. Ik ja. ga hem gewoon... Hup, snij ik hem in vier. Kijk, ik doe altijd... Als ik ah, mijn ananas snij, zo. Ja. Voilà. Ja. En het aard is weg. Ja, maar ik eet altijd... Ik heet het ook op. Ah, het eet het op. Ja, waarom zou dat slecht zijn? Het is niet slecht, maar het past niet in uw fruitsalade omdat, Omdat het ene zacht is en het andere moeten dan zacht knabbelen. Ja. Nu, zijn jij content daarmee? Daar ben ik heel tevreden mee. Dan gaan we nu de mango doen. En wel, kijk, neem ik neem mijn schelmesje. En ik denk ook dat dat niet uh, professioneel is. Ah ja, maar het is gelijk de echte Altijd chef. Altijd toch de ja. echte chef. Allee, ik ben ja, blij dan. Ja. Ik ben fier als ik, als ik iets goed doe. <laughs> en nu begint het. Dus waar kan ik het nu zien? Waar die steen zit... Je ziet een mango, dat is zo in de vorm. Die pit, die zit daar midden in. Hier zit hem al. Ja, dat, weet je. dat weet ik. En daar zit hem al, dat ja, weet ik ook. Maar zet hem dan? nu zo, ja. of zo, of zo? Kijk, als je nu goed kijkt, Bomma, zit die pit zit recht in het midden van die mango, als je hem zo houdt. Daar ja. kun je al niet missen. Hoe dik is die pit nu? Ongeveer een centimeter en een half dik, dus zet ze hier tussen. Ja. Dus wat gaan we doen? We gaan met dat groot mes. Dat is ook wel de moeilijkheid van hem te kunnen vasthouden. Ah, nee. maar hoe houden we hem vast? Zo. Ja. Ah, ja. Je, je zet hem zo mooi vast. Je zet je klauwen erin. En dan gaan we kijken met ons mes erin. En ik voel hier al dat ik op de, de pit zit. Ja. Dat wil zeggen dat je juist zo'n beetje er langs moet snijden, er mooi rond. En voilà. Oh. Kijk, okay. voilà. zie je? Kijk, hem hier vast. Ja. Dus aan nu nog een andere kant. Voilà. Met de vingers erin. Gevoel het, en dan ga je er zo mooi langs. Voilà. Maar er rond is er nog mango over. En dan gaan we nu zo mooi. Hup. Andere kant. Hup. En nu, bommetje, kijk kan ik Kan ik mijn stukjes voor mijn fruitsalade voilà. mooi voilà. snijden? Nee. Een beetje ananas, een beetje mango. Ja. En hoe we dat echt super, super eenvoudig doen. Kijk, dat zijn natuurlijk super exotische vruchtjes. Ja. We doen daar juist wat kokosmelk. Niet te veel. We doen wat... Koriander. Verse koriander. En eigenlijk, boma, dit is ook iets dat ik eet als ontbijt. Formidabel. Bommetje, zeker jij ja. content? Ik ben zeer, zeer content. Je weet dat Zonneke pas tevreden is als hij weet wat je vandaag geleerd hebt. En dat is punt 1. Jawel. Eh, wel, uh, punt 1 zou zijn: uh, met het mes een spiraal snijden waar dan de, die zwarte petjes zitten. Ja, dat is goed. Punt 2. Punt 2. Denk dat je gedaan hebt met de ananas. Dan ja. is voor de mango de mango uh, mooi schellen en dan met mijn vingers erin en uh, kijken hoe het wat dat de pit zit met een groot mes. Dat is de perfectie, mama. Ja, ik dacht het al. <laughs> ik ga uiteraard thuis blijven nog een potje koffie drinken bij de mama nog een dikke. Pieper. Pieper geven. Ja. Ik zou zeggen, blijf ons volgen op Facebook. Blijf mailen, gelijk of dat de Bama gedaan heeft. En tot volgende week. Salut! Salut!